Het is weer tijd voor een engelenboodschap die past bij de energie van deze week. En deze week hebben wij eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is alsof er een tandje bij wordt gezet. Deze week gaan wij het even over dit hebben. Vanochtend, dus zo net, en daarom duurde het ook eventjes, kwam aartsengel Metatron bij mij. En Metatron kwam onder andere, kan ik het je laten zien, ook twee keer voor bij de kaarten die ik trok. En aartsengel Metatron bracht mij deze boodschap en die moest ik je overbrengen. Dus het, voordat ik even met de kaarten de boodschap ga laten zien, ga ik eerst even een beetje voorlezen wat aartsengel Metatron mij heeft gevraagd om met jou te delen. Zijn boodschap deze week is als volgt. De kleur is groen. Groen staat voor heling. Heling van de aarde met haar bewoners. En het is nu de tijd om bewust te kiezen voor heling. De tijd is daar om op te staan. Voor jezelf, voor je dierbaren en ook voor de aarde. Logica is in de buitenwereld ver te zoeken. Macht regeert en maakt merkwaardige sprongen. Keer in jezelf en onderzoek wat er voor jezelf belangrijk is en wat er logisch is. Sta stevig in je schoenen en neem je eigen verantwoordelijkheid. In de tijd waarin jullie nu leven op aarde, komt er een verschuiving van macht. Vergeet niet dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken. De huidige macht is in het nauw en maakt rare sprongen. De verandering die gaat komen zorgt ervoor dat jullie eerst met z'n allen moeten inzien dat die verandering ook nodig is. Nodig voor de mensheid in zijn geheel. Nodig voor alle bewoners van de aarde. De kleur is groen. Er daalt veel heling neer over de aarde en ik, aartsengel Metatron, ben dankbaar voor de steeds groeiende aantallen mensen die zich verbinden met de energie van de engelen. Niets is meer wat het lijkt op de aarde. Alles is een illusie, een fantasie. De verandering komt er echt aan, want de kleur is groen. Heling daalt neer, ook over jou. Even kijken. En iedereen die bereid is om heling te ontvangen. En de natuur herstelt zich, sterker en harder dan ooit. Kijk naar de libelles. Doe je eigen onderzoek. Jij hebt vast net als ik, dat is even ik die even iets ertussen voeg. Jij hebt vast net als ik veel libelles gezien. Het is ook de libellentijd. Ga eens op onderzoek wanneer dat er libelles verschijnen. En ga ook eens kijken in de natuur wanneer dat libelles kans hebben om te overleven. Dat is even van mij. Maar Metatron zegt dus heel duidelijk, kijk naar de libelles. Vertrouw erop dat wij, de engelen, samen met heel het universum achter de schermen aan het werk zijn. Jullie verbinding met ons maakt de dalende energie, de dalende heling, nog krachtiger. Jullie zijn de sleutel. Jullie bezitten de macht om het tij te keren. Wij zorgen dat alles er klaar voor is om jullie te steunen en op te vangen. Vergeet nooit dat jullie mensen een superkracht bezitten. Verbinding. Zoek de verbinding op in elkaar. Ga voor vrede, harmonie en balans. Neem met niets minder genoegen. Wees gerust, want er is voldoende. De aarde voorziet ons van overvloed. Het is een illusie dat er tekorten zijn. Trap daar niet in. De kleur is groen. Heling daalt neer. Verbind je met elkaar. Samen één front.
vorm een front. Een front dat staat voor eerlijkheid, gelijkheid, harmonie, evenwicht, overvloed en liefde. Ik ben aartsengel Metatron en ik breng je deze boodschap. Sta op en help ons engelen. Het tij gaat om. De kleur is groen. Ik vond het een hele mooie boodschap van aartsengel Michael en ben ook altijd heel erg dankbaar als ik dit soort boodschappen mag ontvangen. En vandaag deel ik hem dan ook heel graag met jou. Maar we gaan ook even kijken naar wat de kaarten mij nog meer willen laten weten. We starten dus met Metatron, de energie van Metatron. Laat je eigen waarde groeien en vergeef jezelf. Ja, jezelf vergeven. Het is een lastige, hè? Maar het is wel degelijk nodig om vooruit te kunnen komen. De trillingsfrequentie die je daarbij kan ondersteunen is de trillingsfrequentie van Dragon Time. Nou, alleen het woordje Dragon Time al zegt genoeg over de tijd waarin wij nu hier op aarde zijn. Maandag, dinsdag. Sorry, ik had het er niet bij gezegd, hè? Maandag, dinsdag, aartsengel Metatron, laat je eigen waarde groeien. Vergeef jezelf. Trillingsfrequentie van Dragon Time. Woensdag, donderdag. Metatron, ik help je open te staan voor je dromen. Er staat jou niets meer in de weg. Met de trillingsfrequentie Dreamcatcher. Sta open voor je eigen dromen. Woensdag, donderdag. Er komt vast iets op je pad waarvan je denkt, jeetje, als ik toch eens of wanneer ik dat of dat gedaan heb, dan... En misschien heb je ook wel een of andere droom. Dus woensdag, donderdag staat in het teken van de energie van je eigen dromen. En maar vooral ook jezelf daar toestemming voor geven. En dat sluit heel mooi aan op die van eigen waarde en jezelf vergeven van de maandag en dinsdag. Twee keer Metatron plus de boodschap van Metatron van vandaag. Dus kan niet anders dan dat hij een heel belangrijke rol speelt deze week. Maar vrijdag, zaterdag, zondag, het weekend. Aartsengel Haniel, engel van liefde. Die komt jou deze boodschap brengen. Welke verandering zou je willen doorvoeren op familiair of werkgebied? Je bent er klaar voor. Trillingsfrequentie is live your passion. De laatste tijd, als ik me niet vergis, doet Haniel wel eens vaker even deze boodschap voorbij laten komen. Waarom dan toch, kun je jezelf afvragen. Hele mooie boodschappen deze week die heel mooi stap voor stap aangeven in welke flow dat we zijn terechtgekomen. Neem vooral ook de boodschap van aartsengel Metatron ter harte. Wij hebben een superpower. Wij bezitten iets heel bijzonders. Wij kunnen ons verbinden. Verbinden met elkaar, verbinden met het Rijk van de Engelen, verbinden met het universum. Wij kunnen dat en wij mogen daar gebruik van maken. Wij mogen ons verbinden met elkaar, waardoor wij één front vormen, waardoor jij en ik, waardoor wij samen de trillingsfrequentie van Live Your Passion kunnen uitstralen, waardoor wij de trillingsfrequentie van overvloed, van liefde, van eerlijkheid, waardering, eigenwaarde, harmonie, balans, ga maar door, kunnen uitstralen. Wij kunnen dat. Wij zijn in staat om die trilling te verhogen. En verbinding en ons verbinden met elkaar is daar een echte superpower voor. Oké, ik heb ook nog even een kristallenkaartje voor je getrokken. Want kristallen zijn natuurlijk een onderdeel van de natuur en zijn heel mooi om te gebruiken. Voor jezelf, in je broekzak, stop hem bij je. Vroeger hadden van die omaatjes, vind ik wel leuk, die hadden zo'n veiligheidsspeldje met van die kleine kristalletjes en die deden ze dan aan je hemdje, weet je nog? Ik ken vast wel iemand die dat deed, maar kristallen heel belangrijk. En voor deze week is dat de... Oh, op de kop. Is dat de sodaliet. De sodaliet ziet er zo uit, op dit plaatje althans, hè, mooi blauwe kleur. En laat waarde... Sorry, ik lees het even fout.
Laat woede los. Ik wou zeggen, laat je eigenwaarde groeien, maar het gaat een beetje fout. Hier staat op, laat woede los en geef ruimte aan harmonie. Verhoog je innerlijke wijsheid en rust. Zorg voor mentale helderheid en emotionele balans. Heel belangrijk dus. Nou, ik moet even lachen. Altijd moet ik toch lachen als ik me weer verspreek of als ik iets fout doe. Maar ja, goed, ik ben ook maar mens, hè. Dus zo gaat dat nou eenmaal. Dus, energie van deze week, samengevat. Heel belangrijk, lees die boodschap van aartsengel Metatron. Metatron meldt zich niet zomaar. Twee keer Metatron. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En op vrijdag in het weekend is aartsengel Haniël bij ons. Ik maak net als ik gebruik van hulpmiddeltjes. Hè? Het is geen schande om hulpmiddeltjes in te schakelen. Kristallen, mooi hulpmiddeltje om je trilling hoog te houden. Geuren, mooi middeltje om je trillingen hoog te houden. Noem maar op, er is genoeg om ons heen dat wij als hulpmiddeltje mogen gebruiken. En verbinding was het toverwoord. Doordat wij dit hulpmiddeltje, met dat hulpmiddeltje en dat hulpmiddeltje zijn allemaal energieën. Daardoor versterken wij onze verbinding nog eens extra. Dus maak daar dan ook gebruik van. Dit was de boodschap voor deze week. Filmpje zet ik op YouTube, dat weet je al. En wil je het hier terugkijken? Dat kan heel eenvoudig. Dan moet je maar scrollen, want waar Facebook al die filmpjes neerzet, geen idee. En wil jij bij mij op de nieuwsbrief komen, stuur me dan even een berichtje. Of ga gewoon even op mijn website kijken. Meld je daar even aan. Ja, en die website die ken je inmiddels wel, hè? Dat is gewoon danielefransen.nl. Ik wens je een hele fijne week en tot gauw!